Dank u wel. Vandaag is de 11e 11. Is Sint Martinusdag. Gefeliciteerd voor u allen. Ik denk dat niet voor niets dat die congres nu is georganiseerd. Vandaag. Ik heb mij gevraagd om te openen met gebed. Maar in plaats van gebed, ik nodig u en ik maak voor u een soort reflectie. Daarom is de titel Werken met passie. Dankzij uw diensten kunnen ze deze prestatie bereiken. Geweldig. Om te reflecteren, ik wil graag terugkijken naar onze stichter. Onze stichter geeft veel aandacht aan de gehandicapte mensen. En door hem krijgen wij inspiratie om door te zetten, door te werken voor de gehandicapte mensen. Niet alleen voor de lichamelijke gehandicap, maar ook voor de geestelijke gehandicap, doven, slechthorenden ook. Als wij kijken naar die regel van onze stichter, is vanaf 1852 heel oud, maar blijft actueel tot de dag van vandaag. Kijk, in het bijzonder, en deze werken met hartelijke toegenegenheid en verder zo, dat is met originele taal van onze stichter, dus oude Nederlandse taal. Maar wij kunnen wel. En het stichten van Sint-Martens-kliniek is, officieus begon Sint-Martens-kliniek met werkzaamheden in 1934. Een beetje correctie. De stichting Sint Martens gesticht in 1934, officieel. Maar de echte werk is begon in 1936. In de eerste instantie werden lichamelijk gehandicapte kinderen opgenomen in onze stichting Vincentius in Udenhout. Maar eigenlijk, die stichting Sint Vincentius besteedt voor geestelijke gehandicapten. Het algemeen bestuur van de congregatie voelde zich geroepen om een aparte stichting voor de gehandicapten. Lichamelijk gehandicapten in het leven te roepen. En wel Sint Martens Kliniek. Tot op de dag van vandaag wordt in Indonesië en Timor-Leste door onze jonge zusters verzorging en onderwijs gegeven aan gehandicapte kinderen overeenkomstig met de visie van onze stichter. Geen kind wordt geweigerd. Initiatief nemen. Het gehandicapte kind en hulpzoekende volwassenen niet wegsturen, immers zij zijn schepselen van God. Hun toestand is een uitdaging voor ons om een manier te vinden hun leven te verbeteren. Uitdaging. De toestand van de gehandicapten maakt ons niet verdriet of depressie of wat of negatieve gevoel, maar dat is juist een uitdaging. Uitdaging is goed, altijd goed om wakker te blijven. Dat is volgens mij een roeping.
mensen van vandaag praat niet meer over roeping. Maar voor mij, dat is een roeping. Om aandacht te geven aan de gehandicapte mensen is een roeping. Een roeping uit het diepst van ons hart. Wij kunnen helpen hen een human bestaan te geven. Wij hebben het vermogen, de talenten en capaciteiten om niet te krijgen. In samenwerking met anderen kunnen wij onze expertise delen. Ik denk hier aan orthopedische specialisten, psychologen, orthopedagogen en reumatologen, nog niet hier, en verpleging. Samen kunnen wij de gehandicapte mens helpen in het groeien naar zelfvertrouwen en zelfhandhaving in deze maatschappij. Dankzij onze roeping kunnen wij onze capaciteiten ontwikkelen om de wereld van de gehandicapte mensen perfect te maken. Misschien perfect te maken is een grote woord, maar ik bedoel hier te verbeteren. Wij kunnen ook reflecteren van onze motivatie. In de loop der jaren heeft de Sint-Martenkliniek, mede dankzij u, bekendheid gekregen in Nederland en daarbuiten. Dat brengt met zich mee dat ieder van ons zich af kan vragen. Waarom heb ik als orthopeed, als arts, als fysiotherapeut, als verpleegster of verpleger, als directeur of welk beroep dan ook, juist gekozen voor deze kliniek? Welke motivatie lag er ten grondslag aan mijn keuze? Ik neem aan dat u gewetensvol een keuze hebt gemaakt. Het antwoord ligt, denk ik, opgesloten in uw zorg voor de gehandicapte medemens. In het diepst van ons zijn weten u en ik dat wij schepsel zijn met een geweten. En in mijn overtuiging kan ik zeggen, u en ik zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En dat is het wat ons ertoe aanzet zorg te hebben voor onze gehandicapte medemens. Stichting Orthopedie en Pedologische Instituut. Congregatie DMJ kocht de grond waarop Sint Maarten Clinics nu staan. Ik weet niet dat hier gebeuren die congres. Ik dacht dat daar gewoon. Financiële bouw en inrichting. Stuurde haar zusters voor verpleging, onderwijs en huishouding. Stelde de eerste arts aan, dokter Beer. Op het gedachtenisprentje van onze stichterstad. Ik heb volgens de gratie die mij van God gegeven is, als bouwmeester het fundament gelegd. Een ander bouwt erop voort. U alle bouwt voort. En wij mogen ervaren dat er goed opbouwt en aan de dakconstructie in Sint Maarten Kliniek als golf. Aflezen dat u in de golfslag van het leven op toeziet dat de bouw niet stil komt te liggen. U allen staat in de golvende beweging van verleden, heden en toekomst, net als die titel daar, verder in beweging. Dat is foto van vroeger. Dus allemaal, we hebben al gezien. Alleen die ene foto, ik heb nog niet gezien.
dat is de kroon van Sint Maarten Kliniek toen nog geen gebouw was. Nee, we kunnen overslaan. Toen was gebrek in ruimte. Dus we hebben geen geld, de congregatie. Dus zoek ook naar fondsverweving met de hulp van Toos Hermans. Deze, Toos Hermans. En tot slot, ik nodig u om te zien een filmpje. See with our arm and he with our leg. Die film zal vertel u zelf waarover.
Dames en heren, zuster Antonie, dank u wel. Dank u wel.